Hey mensen, dit is Relax 80NL vlog nummer 20. En nee, ik ga niet Zwarte Piet helpen vanavond. Het is pakjesavond 2017, 5 december. En ik ben net klaar met het postwerk. En ik ga zo richting huis. En ik sta hier in het depot van PostNL in Sint-Pancras. En nee, verlichting zit hier niet. Nee, het is erg donker hier 's avonds. Ja, ik moet mijn eigen verlichting meenemen. Het is een erg donker hok hier. Daar staat nog een reservefiets. En daar staat mijn eigen fiets. En daar staat de scooter. En verder is het hier gewoon stikdonker. Wel een beetje creepy zo op een pakjesavond. Daar hangt een TL-bak. Maar die doet het niet. Ja, dat houdt allemaal op. Dus als je hier nou... Kom zelfs donker, dan ben je aangewezen op je eigen verlichting. En die heb ik gelukkig. De deur staat al open. En ik ga hem zo weer starten. En dan ga ik op huis aan. Nou ja, ik heb het alweer gezien. Ik ga hem afsluiten hier. En het was weer een lang postdagje. Ik was net in de schema klaar. Dus het was te doen vandaag. En ik ga zeggen... Morgen het resi weer. En vanuit dit pand, dit schitterende pand, wens ik iedereen een hele fijne pakjesavond toe. Ja. En dat gaat vast wel lukken. En ikzelf, ik maak er natuurlijk ook een gezellige avond van als ik thuis ben. Gaat helemaal goed komen. Dus als ik thuis kom, eerst even douchen. En daarna zien we wel weer verder. Dit was hem in ieder geval, deze postdag in... Dit is hier het depot van PostNL. Ik ga hem weer starten zometeen. En toen waren we weer thuis. En er was weer wel licht. En de gemeenschappelijke schuur, gelukkig wel. Hij staat weer. En ik ga er een gezellige pakjesavond van maken. Ik heb het al gezien hier. Het was hem weer voor vandaag. Hij was een beetje kort, maar ja, drukte. Ik zou zeggen, nogmaals, een hele fijne pakjesavond iedereen. En ga ik dat ook doen. Hey, laters. Dit was de Relax 80NL vlog nummer 20.